Oké, jongens, wat voor films zullen we kijken? Ik weet niet, mam, kies jij maar. Er wordt aangebeld, mam. Oh, hallo jongens, ik ben het, Maren. Oh, daar is je tante Maren. Doe maar de deur open, ik heb geen zin om het te zien. Oh, laat ik de deur maar openen. Hé, Maren. Oh, hey, tante Maren. Oh, hallo, ik ben hier. Het duurde wel even om hier te komen, maar ik ben er eindelijk. Oh ja, en waarom kom je zo onverwachts? Nou, ik had nou eigenlijk zin om een Instagram challenge te doen, want ik heb zoveel followers. En het is ook echt heel leuk. Jullie huis is hier perfect voor. Sorry, Instagram, followers, waar gaat het nou over? Weet je niet wat Instagram is? Oh, Claudia, wat word je toch oud? Instagram is een platform waar je allemaal foto's kan uploaden van jezelf. Net als Facebook of zo? Nee joh, Claudia, dit is veel nieuwer dan Facebook. Laten we allebei foto's maken en een fotochallenge doen als de zussen. Een fotochallenge, maar ik wil helemaal geen foto's maken. Waarom moet dat? Nou ja, Maren, dit is echt veel te veel. Dit hoef ik echt niet. Oh, kom op nou, Claudia. Doe eens een keertje leuk. Je verderft altijd de plezier. Laten we gewoon een foto-challenge doen. En dan kunnen we zelf bepalen wie de mooiste van ons twee is. Nou ja, het hoeft niet per se van mij hoor. Het maakt me helemaal niet uit. Nou, ik vind het wel leuk om te doen, dus dan gaan we het doen. Kleed je maar alvast om, dan gaan we foto's maken en kijken wie iedereen het leukst vindt. Oké, is goed. Dan kijk ik wel wat ik aan moet doen. En dan kan jij je ook alvast voorbereiden. En dan doen we de challenge wel. Hoi mam, je gaat dus een challenge doen. Oh, mag je helpen aankleden en mooi maken? Dat is echt super leuk. Ik hou van zulke dingen. Fashion en zo. Ja, is goed. Nou, laten we maar gaan dan. Ja, ga je maar vast omkleden. Je hebt het wel nodig. Maar ik weet zeker dat ik ga winnen, want mijn followers vinden wat ik aantrek leuk en dat weet ik zeker. Nou, is goed Maren, we zullen zo zien wie er zal winnen. Oké, is goed, laat ik me dan aankleden. Oké, is goed, ik geef jullie wat tijd en dan kunnen jullie het klaarmaken. Oké, is goed, dan ga ik alvast naar mijn kamer. Moet jij je niet klaarmaken? Nee, ik heb alles wat ik nodig heb hier wel. Het zal wel lukken. Ik hoef niet zoveel moeite te doen. Nou, oké, is goed. Oké, mam, laten we kijken wat je aan moet trekken. Oké, laten we even kijken. Wat voor kleding kan ik aandoen? Ik vind wat je nu al aan hebt leuk, mam. Je ziet er altijd leuk uit. Is dit leuk? Ja, die is ook leuk, man. Alles staat leuk. Maar het voelt zo raar. Laat ik gewoon aan wat ik normaal aan heb. Of deze. En is dit haar leuk? Ik vond je net leuker, man. Nou, ik vind deze best wel leuk, man. Je kan deze aantrekken. Misschien kan ik beter dit aandoen. Ik heb dit elke dag aan. Het staat me goed. En ik voel me er comfortabel in. Laat ik dit gewoon maar aantrekken, jongens. Nou ja, laten we maar zien wie er zal winnen. Oké, ik ben helemaal klaar, Maren. We kunnen beginnen. Oh, heb je dat gewoon aan? Nou, je hebt helemaal niet omgekleed. Nou ja, we zullen zien. Mijn followers vinden mij toch veel leuker dan jou. Oké, laten we alvast klaarstaan. Ik pak mijn mobiel en dan laten we het zien. Oké, is goed. Oké, laten we alvast beginnen. Hallo jongens, ik ben het Maren en ik ben hier bij het huis van mijn zus. Ze heet Claudia en we gaan vandaag een Instagram challenge doen en kijken wie de mooiste zus is. Dus jullie kunnen zo kijken naar onze outfits en dan kunnen jullie stemmen wie jullie het mooiste vinden. Dit ben ik en dit is mijn zus Claudia. Welke vinden jullie leuker? Stem maar. Ja, ik ben Claudia en ik hoop dat je op mij stemt. Claudia, je hoeft niet zoveel cameratijd. Oké, dan ga ik alvast zitten, want het gaat vast wel even duren, toch? Huh? Wacht, er zijn al 100 mensen die mijn post hebben gezien. Laten we eens even kijken. Weet je wat? Laat maar. Ik moet ergens heen. Ik denk dat het beter is dat ik nu naar huis ga. Die challenge was toch stom. Het had toch geen zin. En weet je wat? Het is gewoon onzin. Huh? Maren, maar we hebben het resultaat niet eens gekregen. Wil je dat niet weten? Oh, nou, ze is gelijk weer weg. Nou ja, ik hoop dat het een leuke challenge was en dat iedereen het leuk vond.